Voorzitter, vorig jaar is op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad de wens uitgesproken op een ambitieus klimaatbeleid te komen. Op 23 januari is dit concreet vormgegeven in wetsvoorstellen die door het parlement van harte zijn verwelkomd. Ik ben ervan overtuigd dat, om effectief te zijn, we moeten zorgen voor Poznan een constructief akkoord te hebben tussen Raad en parlement. En we moeten daarbij procedures vermijden die een akkoord in eerste lezing onmogelijk maken. Zo'n akkoord vereist flexibiliteit van het parlement en zeker van de Raad. Inspanningen van de Europese Unie zijn waardevol, maar nog waardevoller zou het zijn wanneer de hele internationale gemeenschap zich inzet op milieu- en klimaatgebied. Op Bali is daarvoor een belangrijke stap gezet. Ik ben verheugd dat de Raad zich in Poznan intensief zal blijven inspannen om met alle participanten tot een akkoord te komen. Met voortvarendheid de Lissabon-strategie uitvoeren. Dat is het resultaat van de laatste voorjaarstop. Dat is goed nieuws. Ik begrijp dat de regeringsleiders de noodzaak zien van de sociale dimensie. Kan de raadsvoorzitter, de heer Jansa, ons daar wat meer over laten weten? Zijn er aanvullende voorstellen te verwachten? En tenslotte, vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Het getuigt van een volwassen houding daar wijs mee om te gaan. In Nederland maakt een parlementslid een omstreden film over de islam. Ik spreek de wens uit dat Europa eensgezind zal zijn als het onverhoopt tot ongeregeldheden komt. Dank u.